Ter afsluiting van het onderzoeksproject naar mondelinge taalvaardigheid heeft de Research Unit Logopedie een aantal activiteiten georganiseerd. Een daarvan was de taalstimulerende activiteit voor kinderen getiteld Spelen met taal. Deze activiteit is gehouden in de Anthony Nessie Sporthal en was bestemd voor ouders en kleuters. De kleuters genoten zichtbaar van de verschillende spelletjes die gedaan werden. Leerkracht Brenda Kaarsbaan gaf aan dat deze activiteit voortvloeit uit een internationale samenwerking tussen de ADECUS, met name de faculteiten Humaniora en Medische Wetenschappen, de Vereniging van Logopedisten in Suriname, de Thomas More Opleiding Logopedie en Audiologie en KU Leuven in België. En het is het einde van ons onderzoek dat we hebben gedaan in 2018 tot en met 2009 naar mogelijke taalproblemen bij kleuter B-leerlingen. Vanmorgen hebben we samen met de logopedisten dit uitgevoerd. En daarbij waren 10 scholen betrokken in Paramaribo. En vandaag, vanavond, hebben we nog de leerkrachten van de avondopleiding, de nieuwe leerkracht, die ons ondersteunen. Bij het onderzoek, het was een landelijk onderzoek naar mogelijke taalproblemen bij kleuter B-leerlingen, waren alle 10 districten betrokken. Dit was de aanzet wat we hebben gedaan, het onderzoek, en we gaan er verder op doorborduren. Leerkracht Benda Kaarsbaan, die meer vertelde over de taalstimulerende activiteit Spelen met taal. Deze activiteit is onderdeel van het grootschalig onderzoek naar mondelinge taalvaardigheden. 789 leerlingen uit het tweede leerjaar van het basisonderwijs zijn getest door logopedisten. De organisatoren kijken terug op een succesvolle activiteit die in de Anthony Nessie Sporthal is gehouden.